Nee, ik ga niet samen. Nee, jongens, we zijn bij de Action. Bijna, daar staat mijn tante. Hallo. Daar staat mijn neef. En daar is mijn andere neefje. Dus we gaan even naar de Action. Een beetje hosten, dat is alles. Dus, hallo, we willen toch eerst eten bij de Odoi. Dan ga je toch niet wat lekkers halen? Dat weet ik niet hoeveel dat erop staat. Ik heb ook geen idee. Hallo zeg. Niet alles draait om snop hoor. Nee, dat klopt. Ik ben geen kerstman. Of Sinterklaas. Ja, ik heb echt een slag nodig. Ja, eerst even daar zo. Wat je mee dan? Hoe is het alleen als je mag toch? Ik heb een koptelefoon. Ik heb een koptelefoon. Wat? Ik heb een koptelefoon. 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 Je kan dus hier helemaal niet. Blijf gaan, want je loopt vast. Ik snap het. We moeten bellen. Ja, dag. Wat toch? Krijgt niks. Dus je hebt gewoon Nederlands gezegd, maar dan ben ik vol voor. En dat is eigenlijk alleen maar. Ik kan niet wat er van de Hoi. Maar dat hoeven ze niet te zien. Nee, dat is... Nee, jongens. Ik ga jullie laten zien wat we kunnen. Zie je allemaal. Even door de auto. Ze zien jullie ook en dan moeten we het gewoon laten. Tot zo. Hoi. Mijn neef heeft een colaatje. Mijn andere neef heeft Sprite, toch? Ja. En natuurlijk mijn tante. Die heeft een rappeltje. Oh ja. Je bent geslaagd dan. Oh, Daniel. Wat ze? Nog een keer? Ja. Wil je dat nog een keer zeggen? Ik moet eerlijk zeggen, mijn neef heeft wel gelijk. Ik drink inderdaad, die is gewoon alle dagen energie. Ja. Daniel, goed gesproken. Box. Wij hebben allemaal wat lekkers. Die wilde hem toch ook een box geven? Als je nog een keer hier komt zo, wilt hij een box geven. Maar die gaat hem ook een keer zo, hè? Nee, maar hij deed een grapje. Hij deed een grapje voor dat je... Mijn oudste neef heeft een broodje doner. Ik heb een Turkse pizza met donerkebab. Mijn... Tante heeft een friet speciaal. En nog een frikandel speciaal. Mijn andere neefje heeft ook een frikandel speciaal met een. Ik doe dat dus in een friet speciaal. En dit is trouwens een heel goede zak. Je moet trouwens als je erbij bent, even door je gaan. Eens kijken. Want dat is ook een hele zak. De rest zullen we thuis allemaal vinden. Maar. En dan zullen we. Ik heb het op zo. Ja, met Coca-Cola, niet doen. En ja, heeft ze lekker zijn frietjes met zijn delletje. Tante heeft ook de frietjes met zijn frikandelletje. Lucas heeft een leutje donut. En ik heb een heerlijke Turkse pizza. Deze thuis is in met de hand gemaakt, super lekker. We gaan eten. Dus we zien jullie allemaal meteen. Tot zo. Ja, ik denk dat ik het mooi ga doen. Spekjes en zo voor de sport. Ik ben best wel moe. Veel dingen gedaan. Het is gewoon even lekker rustig aan, denk ik. De markt loopt ook alvast goed. Ik moet hem mee bij. Ja, die heb ik bij. En dan de markt op. Thank you.
allemaal leuke dingetjes. Sjaaltjes. Hoi. Kom met deze aan. Mipi. Ik ben er even aan. Ja, ze lopen hier echt volop van het kabinet. Heel erg bizar. Zoveel mensen. PvdA al zien staan. PvdW geloof ik. Nog veel andere dingen. Schokjes aan. En daar ook hoor, zat eentje aan de boel gekomen. Dus Ik weet niet of door de verkoudheid kom ik even gehad. Ik vond het er moe uit te hebben. Hoi. Hier is trouwens een kraampje waar ik altijd wel kom. De kippenkraampje. Hoi. Hier kom ik ook voor mijn lekkere kipjes. Hoi. Hoi. Zeg, staat er toch niet op, hè? Nee. Oh. Totaal niet. Ik kan wel vloggen, hoor. Ja? Dat moet je hier niet druk om maken. Ik heb 56.000 volgers. Nee, het was maar een grapje. Oké, dat is goed. Jongens, hier kom ik dus altijd wel. Meestal. Maar nog met mijn vlogcamera. Kom je meestal altijd wel tussendoor een kipje halen. Eén keer in de week, want dan staan ze er. Maar dit zijn allemaal van die lekkere dingen. Jullie hebben zeker geen kipspekjes. Wat zeg je? We hebben zeker geen spekjes. Spekjes? Ja, voor die losse spekjes. Nee, we hebben geen spekjes. Ah, dat is jammer, want die had ik juist nodig voor de hutspot. Ik kom daar ook nog even bij je neuzen. Sowieso wel krampjes zo. We gaan lekker naar de Aldi. Oh ja, daar heb ik kramp van. Dat komt ook omdat ik gewoon 2 dagen lang niet heb gevlogd. Dus, en nu ga ik gewoon even. Maar de... Aldi. Want dan mag ik wel vloggen. Even spekjes halen. En toetjes. Ik heb ook wel redelijk last van morgen. Maar dat heeft ook met de spanningen die bijna zijn. Gewoon spanningen van morgen. Want daarover zien jullie ook wat meer. Bij de volgende video. Zo. Hoi. Pusje. Zit ik wel aan. Zo grappig als je mensen ziet kijken van wat is die man. Dat is nog. Ja, ik kan er niks moois van maken. Maar ik heb echt tussen wel een hele lange pijnbouw.
vanmorgen trouwens aan mijn scootmobiel naar de plek toe waar ik moet zijn. Dus ik ook allemaal goed. Ik denk dat het ook best wel oud. Hier is ook af en toe een beetje asbest geconstateerd. Want het gaat niet op het. Dus ja, ik moet het wel halen. Maar het belangrijkste is, we gaan nu naar de Aldi. Daar moet ik een boodschapje in halen. Het is niet zo heel veel, jongens, wat ik moet halen. Het valt er wel mee. Dus ik heb dat van niet bij me, dus ik weet ook niet hoe laat het is. Want het is op de SP. En volgens mij is dat mijn tante daar. Oh, we gaan eens even kijken of ze er is. Want dat vind ik erg belangrijk. Dan ga ik daarna wel heel even naar doen. Oh, ik heb mijn pompjes. En nu mag maar dat mag Fred niet hebben. En natuurlijk had ik in mijn rug heel veel spierpijn. Oei. Dus hoe het verband er is, dat is toch al zo'n handig. Mijn leven. Maar, volgens mij, zag ik me ineens met wegduik hier ergens. Dat vind ik wel gek. Ik zag ook wel echt mijn leven. Nee, dat is mijn leven. Mijn leven is te doen. Even bij SP. GroenLinks. Dat was benieuwd wat dat is. Dat het iets bijzonders is. Want ja, dat soort dingen. Ik weet het niet hoor. Ik weet ook niet of ik echt wel ga stemmen. Weet je. Want heel vaak wordt de stem van de mensheid genegeerd. Door het kabinet zelf. Dus, maar het zijn wel leuke dingen uit. Dus we gaan eens even kijken. Ik kan ook mijn macht erin natuurlijk. Op mijn rug, jongens. Poep, poep, poep. Wat een rug. Jongens. Ga het even kijken. Maar het is ook koud buiten, dus ja. Dat wil je van maken. Ik weet niet wat het is. Maar ik zie hier van me wel. Tot mijn tante er staat. Denk ik. Raad ik zo. Ja, maar je moet er zo niet aan. Nee, maar ik ga doen. Oké. Hey. Ja, het is al wel uit. Eerlijk is eerlijk. Zoals ik al zei, er staan kabinetmensen van het kabinet staan hier ook. Ik heb wel meerdere gezien. Het is een beetje, ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ja, ik wil rustig op iedereen stemmen, maar weet je. Op een moment heeft het gewoon geen zin om te stemmen, want ja, je weet toch niet wie er wint. Maar ik wil het wel. Ik weet niet wat ze allemaal hebben, ja. Ik ga nu even meenemen op welke lust het allemaal is. Volgens. Mag ik heel even plagen? Ik wil even folders filmen. Wat wil je? Sorry? Ik wil even folders filmen. Wat wil je? De folders filmen. Ja, dat mag. Ik ben en YouTuber. Wil je ook soep? Dat wil ik ook wel. Maar nou. Neem ik eerst even. Ik ben aan het werken. Oh, je bent aan het werken hier? Ik ben aan het vloggen. Oké, nou dan zet ik hier jouw soep neer. Is dat goed? Ja, lekker. Dankjewel. Zeg maar, maakt u daar een filmpje van, mevrouw? Mag ik u wat vragen, lieve mevrouw?
honger. Dag, lieve mevrouw. Ze maakt weer shots van de flyers. Oh, dat is haar hobby. Dit is een YouTube-kanaal, meneer. Wacht even. Meneer, dit is een YouTube-kanaal, een YouTuber. Kijk, YouTube-kanaal. Kijk, ja. Hey, nee, maar kijk nou eens even. Kijk. Claim je toekomst, stem ze, fuck. Kijk. Wat een taal, is jongen. Is het gek dat mijn kleinkind al fuck roept, terwijl een ander het afleert? Ja, dat is wel weer waar, daar heb je wel gelijk. Is dit een reclame? Het hoort natuurlijk niet. Nee. Hey. Eigenlijk de crisis vergroot. Ik heb een zoekje. Ik kan opvoeden met geen fuck. Ik ga even wel drinken, jongens. Luister eens allemaal. Wat deel je uit? Niet fatsoenlijk. Wat deel je uit? Ik doe niks uit. Deel niks uit. Nee, ik wil vloggen. Ik neem het toch mee om niet te spelen. Nou, ik zie je allemaal later. Tot later. Hoi. Om te zeggen... Zo, jongens, dan gaan we nu even naar de andere hand moeten. Nog een beetje schaven. Dat is een beetje zo. Ik heb hem al gepakt. Hij zit al in mijn jaszak. Ik wil net van jullie af. Zo, even naar de Aldi. Mijn dingetjes halen. Zoals spetjes. Rookworst. Ik ben ik ben niet echt meer moe. Niet moe. Maar ook niet echt fit. Ik ga even naar Aldi. Even halen, spetjes halen. En dan op mijn huis. Ja, hé, ook bijna. Oh jongens. Maar ik hoef niet zo heel veel te halen met Aldi. Dan valt het echt op zich wel mee. Een spekje is ook eigenlijk alleen nodig. En rookjes. Twee denk ik. Twee rookjes. Hey, kijk daar mijn tante. Ik wilde net naar de Aldi gaan. Kijk eens wie eraan komt lopen. Ik wilde net naar de Aldi gaan. Ik zit tegen de kijkers inderdaad. Ik zeg even nog even twee dingen halen. Rookpasjes en spekkies. Spekkel, het is goed even met jullie meelopen. Ik daarna, ja. We gaan weer terug naar de kraam. Dit is trouwens mijn grote mee. Dat weet ik zo wel, natuurlijk. Ai. Ik heb echt serieus een hele dag spierpijn. Wat heb jij? Dat is een coole Piet. Club van Sinterklaas. Waar ben je nou vandaan? Toys Camp. Bij? Toy? Toys Camp in Middelburg. Daar was ik vanmiddag ook nog vanmorgen. Oh, het is allemaal goed gegaan, hoor. Waar? Het is allemaal goed gegaan. Daar hadden ze die knuffels. Ze hadden ook andere. Oh, echt? Testpiet. En hoe kreng waren ze? Superpiet. Hoe duur waren ze? 19 zoveel. Dering. Dat is ook een poppetje. Dat meen je niet. Dat van een bekende club van Sinterklaas, ja. Is. Nee, jongens, ik loop er even met mijn tante mee. Dit was ook niet gepland. Normaal gezien sta ik er wel. Maar het gebeurt altijd onverwachts. Volgend jaar zijn we wel met z'n allen bij de intocht.
Volgend jaar. Maar ik heb alles wel gezegd hoor, dat is de moeite niet. Nee, dat is ik ga geen 50 euro neerleggen voor een half uurtje. Nee joh, dat is hallo niks. Mensen. Ja, maar dat voor een half uurtje, dat is niks. Dan kan ik net zo goed zelf op die deur rammen. Maar dat geld wat hij ervoor vraagt. Gewoon. Ik heb het geld wel, maar dat vind dat ik gewoon... Dat is een organisatie. Ja, de deur. En dat red je niet, want het is van 6:45 tot een half uur. Ja, dat red je gewoon niet. Dan is het snel alles doen klaar. Ja. Dat is meestal wat ze doen altijd. Ik ga jullie laten ik zink, doe jullie eigenlijk verder van de tot zo. Jongens, ik ga naar de Aldi. Tante is nu net naar huis en daarna ga ik ook naar huis. En ga ik mijn spullen pakken. En dan ga ik ook naar huis. Naar een ander huis. Twee grote flesje cola, nee, twee sinaas. Twee zeven. Ik kan het enige voorkomen aanvragen en dat het aan jou ging. Maar dat wil Theo echt. Zwekjes. De robusta. Dus. Even de Aldi. Een beetje rennen. Of ik, nou ja, rennen weer. Gaat het zeker niet meer worden. Maar we gaan even vliegen. Loop iedereen. Ik denk dat ik even lekker gaan lopen. Ik hoop ook dat ik een video achteraan ben. Zo, Aldi. Hier moet ik even zo naartoe. Zo. En dan de bus op haar. En dan heb ik het tandjeshuis en te uploaden. Jongens, hou er rekening mee dat het tijd van de vlogs. We gaan later zijn in november, december en januari. Omdat er natuurlijk een periode aan komt en ik niet weet hoe het loopt. Dus ik ga dat rond 6 uur. Ik zie nu video wordt om 6 uur geüpload. Spekjes. Eerst naar de hoofdborsten. De twee hoofdborsten halen. En dan is het uit open. Ga maar om, meneer. Nee, hak hem maar. Ik dank u wel. Ik wil het borsten. En de pakjes. Zien we
twee keer mango. Nog eentje. Zo. Dan gaan we nu naar de cola Asias. Hoi. Hey. Zo. En dat was het. Die fiets hebben we allemaal gekocht. Dus ik ben hier niet uit mee als het aan de andere kant. Tot zo. Zo jongens, ja, ik ben bij de andere kant van het huis. Want ik ben niet bij ons thuis thuis, maar ik ben bij mijn tante thuis waar ik ook thuis ben. Dan staat even de pan aan het wassen. Ik zal even gaan gebruiken om te koken, want we eten vandaag. Ja, zeker. Dat is dan van het hotspot. Met aardappeltjes en spekjes en met groenten. En dat doen we eerst thuis. Om niet te schillen heb ik het gewoon gepakt. Dat is beter. Ik blijf gewoon draaien. Ja. Dank je. Jongens, ik ben bij de tante thuis. Bij tante Amy. Die staat even met de rug naar je toe. Maar die is ook even schoon, ik heb er maar eentje dingen doen. Want ik ga vandaag koken, ik ga hutspot maken. Ik heb een hutspot. Ik heb een uien. Met een hutspot en twee. Hier is ook een aardappelen. Hoi iedereen. Ik ben ze. Kijk de spekjes. Dankjewel. Wacht eens even, doe eens even dus die aardappelen eraf van starten. Ja, ik ben er zes, ja. Ben ik doen even. Wat? We hebben nog twee zakken. Ja. Maar je wacht op het eerste hutspot in. Oh, natuurlijk. Ja, ja. Zijn er nog een momentje, die kunnen we er wel in blijven. Thank you.
richting ons. Ja. Even kijken, dat is nou lukken. Wappie, wappie, wel. Zo. De hutspot zit erin. Alleen nog even wachten op de water dat het kookt, want dan heeft hij aangezet als het goed is. Is hij al klaar zelfs. Hey, mijn kleine nichtje. Ja, zo is het wel. Het gaat zo. Als ik jou wil kussen, dan wil ik jou kussen. En als ik jou wil knuffelen, dan denk ik helemaal niet wat je moet maken. Hou je mond. Ik mis zelf wel met wie je knuffel. Het zal in dit geval niet met jou zijn. Hou ook voor jou, man. Echt, dit is trouwens de pop die in mijn weg heeft gehad. Schat, voor de voor de Piet. Ja, schat dan. Voor de Piet. Van Koffers en Kruis. Is dat zo cool? Ja, bij de Toys Camping. Dat ik dat we dus hier zo, in het midden van de foto dat we hebben gemaakt. Dus zeg allemaal tot zo. Tot zo, jongens. Kan de Sinterklaas jou beter in de gaten houden? Ja, is de hutspot geworden. Hij is helemaal ja, in de ring. Ja, hij is heel spannend. Kijk dan. Oh, nee. Wow. Even, hij heeft dat even heel goed gefixt. Morgen ik heb de eten ook meegenomen. We eten mensen ook acht, alles al wel klaarmaken. En meestal kookt mijn tante ook. En ik ook, want ik mis om beurt. En nu hebben Lucas en ik even samen alles gedaan. Tante heeft lekker gewoon de telefoon gekeken of ze moest helpen, ja of nee, maar het hoeft hij niet. Wij hebben lekker alles gewoon kant op klaar. Nou ja, we hebben niet alles bij elkaar. Er zit echt van alles in de aardappelen. Sjuu, worst, spekjes. Eigenlijk van alles wat we mee hebben gemaakt. Oh, dan kan ik wel bij zijn, want dat is wel goed. Hebben we wel gemaakt. Mijn neefje die maakt even geluid, die zit inderdaad in de puberteit. En die ik kan gewoon niet stoppen met kloten. Kijk maar, jongens. Nikki die, Daniel is lekker aan het kloten. Je bent ook zelf aan het kloten. Nee, want ik heb Nikki de tas niet. Waar? Als we dan sowieso van het feestje terug zijn hier zo. Als wij gewoon lekker eventjes een foto maken en iedereen bedankt voor het kijken. Als ik vond het niet leuk of video, doe dan zeker even duimen overheen. Dan meneer op YouTube kanaal. Bedankt iedereen voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.